Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Silva. Allemaal kleine jongens. Daar is Diaz. Die maakt ruimte voor zichzelf. En kan misschien eens gaan knallen. En knalt hem binnen. Eerste keer dat Porto echt komt opzetten. En Diaz kreeg daar plots vrije baan. En City schiet zichzelf zo weer in de voet. 0 tegen 1 in het eerste kwartier. Ruben Diaz, balletje daar goed onderschept. En dan Diaz, kijk eens, helemaal alleen. Vier man rondom hem, niemand die hem blijft volgen. Hier met een gelukje, de bal vrij bij Silva, het is Gundogan. En dan Sar op de doellijn. En heeft hij daarbij de arm gebruikt? Blijkbaar wel, want we krijgen een penalty. Het lijkt mij geen penaltyfout te zijn. Ja. Gaat wel door. Een beetje pp. Maar ga je daarvoor fluiten? Blijkbaar wel. Collega internationals. Kennen elkaar dus wel. Aguero met de aanloop. En hij trapt hem er toch in. Marchezin zat er zeer dichtbij. Maar kon hem uiteindelijk onvoldoende weren. Hard getrapt. En dan schampt hij eigenlijk van het lichaam van Marchezin af. Coacht met dezelfde felheid als die waarmee hij speelde. En daar gaat Ederson knoeien. En Uribe laat de unieke kans liggen. Sergio Oliveira. Ik denk niet dat hij al twee ballen geraakt heeft. Dus de organisator. Maar in het meevoetballen nauwelijks gezien. Maar daar komt hij plots opdagen. En oh, hij wordt nog afgestopt. Was goed mee daar met Marega. Plots vanuit die controlerende positie als middenvelder. Het gaatje gezien en doorgestoomd. Bernardo Silva. En hier. Oh, goede poging van Gundogan. Bal in de drop genomen. Goede redding. En van Agustin Marchezin. Wie wordt het? Gundogan komt. En trapt hem heerlijk binnen. Knappe vrije trap. Van Ilkay Gundogan. Geen De Bruyne nodig om te scoren op een stilliggende bal. Foden vindt Cancelo. Dat is een goede actie en een mooi doelpunt. En het is Ferran Torres en niet Cancelo. Die kwam er af en toe ook wel eens vanaf die linkerkant opdagen. Maar het is de invaller die na een paar minuten al weet te scoren. Ferran Torres. Het werd prima aangespeeld door Foden. En dan zet hij heel even PP te kijken. Mbemba. Moet daar met PP proberen te overleven. Nou, het spel mag blijkbaar verder.
Nou, dit is een overtreding, punt. En dan gaat hij nog even een knietje geven. Nog eens de trap. Van Rodri. Via de vingertoppen van Marchezin. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.